Welkom. Welcome. Willkommen. Press once for English. Drukken Sie zweimal für Deutsch. En voor Nederlands blijft u gewoon luisteren. Op de plek waar je nu bent, spelen zich in oktober 1944 heftige taferelen af. Net als in andere dorpen begint ook hier de bevrijding met het inslaan van granaten. Zo herinnert Piet Cozilius zich. Volkomen onverwacht begonnen er op de ochtend van 28 oktober granaten te vallen. Mijn broer werd hier op de kapelerf getroffen. Dat was toen nog het kerkhof. Hij raakte zwaar gewond. Omdat er niets anders voorhanden is, wordt de broer van Piet op een ladder naar huis gebracht. Het was een gevaarlijke wandeling, want er vielen steeds meer granaten. Een Duitse arts gaf hem een tetanusprik. En de volgende dag werd mijn broer op dezelfde ladder naar een Poolse hulppost gebracht. Dan hebben de Polen Dorst inmiddels bevrijd. Althans, dat denkt men. Want de Duitsers beginnen de volgende morgen een tegenaanval en op verschillende plaatsen in het dorp breken een gevecht uit. Ook hier, rond deze plek. Ooggetuige Frans Goossens. Vier Duitsers kwamen aanrijden met een vrachtwagentje dat ze hadden buitgemaakt op de geallieerden. Vooraan in de Bavelstraat stelden ze zich verdekt op. Even later rijden drie Poolse carriers, voorafgegaan door een motorrijder, niets vermoedend het dorp in. Een van de Poolse chauffeurs vertelt. We hadden aan burgers gevraagd waar de Polen waren. En ze wezen naar het dorp. Maar toen we bij de eerste huizen kwamen, werden we door Duitsers met machinegeweer onder vuur genomen. De motorrijder wordt op slag gedood. De Polen achter hem springen uit hun carrier en achtervolgen de vier Duitsers. Frans Goossens. Die Duitsers renden hier naar de Rijksweg en zochten schuin tegenover de kerk dekking in een portiek. De Polen staken de Rijksweg over en stelden zich op achter een elektriciteitskast. Eerst vuren de Polen boven de hoofden van de Duitsers. Maar die weigeren zich over te geven. Bij het vuurgevecht dat dan volgt, worden ze alle vier gedood. Toen was het nog niet voorbij, want er kwamen meer Duitsers aan en die vielen de Polen in de rug aan. Ze raakten gewond en moesten zich overgeven. Ook verderop bij de carriers in de Bavelstraat ontstaat een vuurgevecht. Op het Poolse hoofdkwartier wordt groot alarm geslagen. Vanuit het zuiden en vanuit Breda worden er tanks op de gevechten afgestuurd. Voorbij de kerk in de Baarschotse straat vuurt een Duits stormgeschütz op Poolse tanks. Marijn van der Hoofden vertelt. Ik stond in mijn stal. Voor de boerderij stond een Duitse tank en aan de achterkant een Poolse. En die vuurden op elkaar. Opeens was er een flits achter me die dwars door de stal ging. En ik dook terug de kelder in. Uiteindelijk weten de Polen de Duitsers terug te drijven en wordt Dorst voor de tweede keer veroverd. Sporen van de oorlog zijn nu nog op verschillende plaatsen zichtbaar in Dorst. Wandel maar eens langs de Rijksweg 106 en aan de overkant daarvan tussen nummers 129 en 131. Je vindt daar sporen van granaatinslagen. Ook in de voorgevel van het dorpshuis in de Franciscusstraat achter de kerk is nog duidelijk te zien waar een granaat insloeg. Meer weten over deze laatste oorlogsjaren? Bezoek eens het Generaal Maciek Museum in Breda. Natuurpoort de Volksabdij in Ossendrecht en het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp.